Wat ik over mezelf zou kunnen zeggen, ik ben kunsthistorica, maar ik heb me vanuit de kunstgeschiedenis erg gericht op vormgeving en ook op eigentijdse vormgeving. Dat heb ik omgezet in allerlei werkzaamheden, om wat meer dat ik veel geschreven heb en geschreven voor bladen. Dat is een van de redenen waarom ik hier ben. Maar ik heb ook lang in het kunstonderwijs gezeten. Zowel aan de Rietveld Academie, de Academie in Rotterdam. En ik heb 12 jaar lang een masteropleiding gedaan in Amsterdam. Aan het Sandberg Instituut. En dat was een afdeling voor vrije vormgeving. Vandaag ben ik gevraagd om over tijdschriften te praten. Maar ze hadden me ook wat anders kunnen vragen hoor. Maar tijdschrift is wel een leuk onderwerp. Ik ben 2 keer hoofdredactrice van een tijdschrift voor vormgeving geweest. 1 keer in de 80e jaren en 1 keer recent. En dat blad is hier wat terechtgekomen. Dat heet Morf. En voor mijn het eerste nummer van Morf wat verscheen, want het was echt een nieuw blad wat gemaakt werd, heb ik een tekst geschreven, ik hou van tijdschriften. En daar hebben ze me op aangepakt, zo van, dat is een leuk uitgangspunt, wil je daarover komen praten. Maar dat ik van tijdschriften hou, dat gaat natuurlijk van veel verder terug. Mm-hmm. Ik heb tijdschrift altijd een heel spannend medium gevonden. Dus qua verschijningsvorm, dat je wat echt in je handen hebt. En, maar ook het beeld wat daar uitspreekt. Dus je kan lezen, maar hoe wordt dat opgemaakt en wat voor beeld komt bij? Dus het gaat niet alleen over mijn eigen tijdschrift, dat zou een beetje saai zijn. Maar meer over hoe ik naar tijdschriften kijk en wat ik daar spannend aan vind. En wat daarbij komt, dat is... dat ik ook lang in mode werkzaam ben geweest. Dus al die grafisch vormgevers die vanavond komen, die krijgen toch ook lekker veel mode. Maar het moet in België geen bezwaar zijn.